Goedemorgen, broeders en zusters. Wij gaan ons voorbereiden op een mooie samenkomst. En we gebruiken daarvoor lied 41, een lofprijzingslied. Uit liefde was het dat Jezus kwam en alle zonden op zich nam. Hij is de redder, het goddelijk plan. In hem schenkt God gena. Met liefde koorden trok hij ons. Om Christus wil vergaf hij ons. En wij werden uit de nacht tot het licht gebracht. O prijs zijn naam, hij redde ons. We zingen de eerste twee coupletten. Uit zijn heerlijkheid. Wij zijn deelgenoot der heiligheid. Hem kennen is puur zaligheid. Prijs God, wij zijn gered. Want met liefde koorden trok hij mij, trok hij ons. Om Christus wil vergaf hij ons. En wij werden uit de nacht tot het licht gebracht. O prijs zijn naam. Hij redde ons. Wat we kunnen zingen is lied 51. Want we zijn hier bij elkaar in Jezus' naam en wij aanbidden hem. We zijn hier nu bij elkaar in Jezus' naam en wij aanbidden hem. Onze volle aandacht is op hem gericht en wij aanbidden hem. Wij verlaten ons op hem die voor ons pleit en wij aanbidden hem. We zingen de eerste drie coupletten. Thank you.
staande prijzen wij de grootheid van zijn naam en wij aanbidden hem. Staande, doe wat in uw hart is. Goedemorgen allemaal en wat een heerlijke manier om zo deze samenkomst te beginnen. Ik heb een aantal mededelingen. Vanmiddag is er een dienst in verpleeghuis De Linde om 3:00 onder leiding van majoor Daan van Vuren. Dan zijn jullie allemaal van harte welkom. Morgenavond wordt in Dordrecht in de Augustijnenkerk om 8:00 de kroonbede gehouden. Het is een initiatief van de gezamenlijke Dordtse kerken en iedereen is daarbij uitgenodigd. We vertrekken om 8:10 hier vanaf het plein en dan lopen we naar de Augustijnenkerk. En we, dus in ieder geval Ike en ik, maar voel je vrij om daarbij aan te sluiten. Het duurt een uurtje. Hilly gaat ook mee. Het duurt een uurtje en het is een hele inspirerende bijeenkomst. Dinsdag om 6:00 de maaltijd, omdat we lefavond hebben. Aanstaande zaterdag is de studiedag voor het projectkoor. 'S morgens repeteert het muziekkorps. 'S middags de studiedag. Zelf een boterhammetje meenemen en voor de soep wordt gezorgd. Deze week is de Vredesweek. En aanstaande zaterdag is een vredeswandeling, waaraan de collega's van Kromhout meewerken. En 's middags is in de ontmoetingsruimte een expositie van kunstwerken die door deelnemers van de opvang gemaakt zijn. De repetitie hier gaat gewoon door, maar in de pauze kun je altijd even een kijkje nemen. Dat is die. En dan heel ver weg, 31 oktober, wordt er door Missie Dordt een vossenjacht gehouden. Het feest van licht en leven. Als tegenhanger voor het Halloween gebeuren wat door de wereld gevierd wordt. We zoeken vossen. Vertrekpunt is hier in dit gebouw. En Laura is de coördinator vanuit het Leger des Heils erbij. Dus u kunt informatie bij mij of bij Laura krijgen. En in ieder geval daar aanmelden. En dan gaan we de kinderen een mooie tocht bezorgen. En je mag als jezelf, je mag ook als Begonia op het Statenplein gaan staan. Alles kan. Even kijken. Mooi om te vertellen is dat ik afgelopen week op de eerste studiedag voor missionair werkers mocht zijn. Het is zeg maar het officierencongres voor missionair werkers. Er zijn inmiddels 30 mensen die missionair werk doen, zijn aangesteld en 25 waren aanwezig. En we hebben een hele inspirerende en leerzame dag met elkaar gehad. Dan de bloemen. Die zijn bestemd voor broeder Paul Groeneveld. De herfstastertjes. Er liggen trouwens achter op de tafel nog veel meer informatiefolders. Onder andere over de ontmoeting met vrouwen op 23 oktober. De tafel bij de uitgang. Daar ligt van alles. Volgende week is de dienst onder leiding van Ruud Vermeij. En vandaag, u heeft er al gezien, geef ik in vol vertrouwen de leiding van deze samenkomst over aan Lutine Vermeij. Ik wens u een gezegende dienst. Goedemorgen en wat fijn dat u er allemaal bent. Kleine aanvulling op de aankondigingen als dat mag. Voor de zangers onder ons en voor het kerstkoor hoeft u niet te kunnen zingen. Het komt altijd goed.
We maken er wat van. Als u hier zaterdagmiddag om 12:30 bent, kunnen we met elkaar, met de muzikanten samen gaan eten. En daarna hebben we dan onze eerste repetitie. Als u niet kunt en u wilt toch graag meedoen, is er geen man overboord. Dan de volgende repetities die we zullen hebben, zullen op zondag na de dienst zijn. Dus als u een keer niet kunt, nou, dan is dat niet zo erg. Maar het zou wel fijn zijn om een goede start met elkaar te maken. Dan wil ik graag met u beginnen met het zingen van lied 385. En als thema vandaag heb ik gekozen voor de woorden zegen mij. En in dit lied staat in het tweede couplet: U kent, o Heer, onze noden, weet wat een ieder behoeft, wil ons genadig vergeven wat u in ons heeft bedroefd. Want schenk ons een heerlijke zegen, fris als de dauw op het land. Doe ons de aanraking voelen van uw genezende hand. En we zingen de drie coupletten achter elkaar. Zie hoe verlangend ons hart op u wacht.
Versterk ons opnieuw door uw geest en uw kracht. En zo mogen wij hier met elkaar hier komen. Met een verlangend hart. Wetend dat wij gesterkt zullen worden. Door Gods geest en door Gods kracht. Dat is eigenlijk alles wat God van ons vraagt. Om hier te komen met een open en verlangend hart. En te hopen dat Hij ons zal vullen. Zal sterken, zal genezen. Dat zal geven wat wij nodig hebben. En zoals thema zegt, ook ons te zegenen. Ik wil graag deze dienst aan God opdragen. God zoeken. God is hier. Want wij zijn hier in zijn naam verenigd. Dus Hij is hier. Maar ook in het gebed zullen we onze ogen sluiten en vragen of Hij bij ons wil zijn. En ik heb als lied uitgezocht lied 195. En het is wat het eerste couplet zegt. Tal van dingen zullen wij hier nooit verstaan. Er is zo verschrikkelijk veel om ons heen wat wij niet begrijpen. Oorlogen. Mensen die elkaar de hersens inslaan. Mensen die kwaad zijn op elkaar. Mensen die haat hebben. Dat zien wij om ons heen. Maar we mogen weten dat hoger dan de sterren aan het firmament en wijder dan de grenzen van het groot heelal. De liefde is van God die ons allemaal bij naam kent en ons nooit begeven zal wat er ook om ons heen gebeurt. Dat bindt ons en dat maakt ons samen sterk. Samen sterk te zijn in die liefde die we van Hem krijgen. Ik wil graag het eerste couplet met u zingen en dan is er vrijheid om ons voor te gaan in gebed. Zingen we met elkaar ook dat tweede couplet.
hemel, dank u wel dat u zo in uw grootsheid van uw overzicht en alles wat u ziet, waar u verantwoordelijk voor bent, waar u liefde voor hebt, dat u ons ziet. Ons allemaal, één voor één. Dat u ons kent, dat u weet wat ons bezighoudt, dat u weet waar onze problemen zitten, waar wij het moeilijk mee hebben en waar onze vreugde is. En daar dank ik u voor, Heer. En ik wil deze dienst opdragen aan u en vragen of u bij ons wilt zijn en wilt blijven. En wilt u ons zegenen. Amen. Zingen wij tot slot het laatste couplet. Wat fijn om dat zo met elkaar te zingen. En we gaan door. Ik heb een dienst voorbereid met veel zang, met veel muziek en daartussendoor enorme bijbellezingen. Dat u denkt, waarom zoveel? Maar ik zal u vertellen, in de voorbereiding voor deze dienst dacht ik, ja, ik kan er wel een stukje uithalen. Maar dan ben ik de hele context kwijt. Dus ik dacht, ik bereid u gewoon even voor. Komt goed. We gaan met elkaar zingen en dat is lied 364. Die zoek ik even op. En er gaat weer dat verlangen. Naar u, o Heer, is het dat mijn ziel met sterk verlangen smacht. Zend mij nu wat ik zo zeer begeer, het vuur waarop ik wacht. En ik zou graag couplet 1... 2 en 4 met u willen zingen. Onder leiding van muziekkorps. Daar zit me nogal wat muziekkorps, hè? Dat is toch echt. Het is ook hartstikke fijn als je hier staat. Want je voelt zo'n hele muur van geluid zo achter je. En dat bedoel ik positief, hè? Ik ben getrouwd met de kapelmeester. Dan krijgen we problemen. Maar het is ook als we met elkaar zingen, is het ook zo fijn om dat achter je te horen. Dus echt top. Ja. 3 coupletten. 1, 2 en 4.
luisteren naar de eerste Bijbellezing en daarna naar het muziekkorps. We lezen Psalm 33. Juicht de rechtvaardigen voor de Heer, de oprechten moeten hem loven. Huldig de Heer bij de klank van de lier en speel voor hem op de tiensnarige harp. Zing voor hem een nieuw lied, speel en zing met overgave. Oprecht is het woord van de Heer, alles wat hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de adem van zijn mond het leger der sterren. Hij verzamelt het zeewater en sluit het in. Hij bergt de oceanen in de schatkamers weg. Laat heel de aarde vrezen voor de Heer. En wie de wereld bewonen hem duchten. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en daar stond het. De Heer doet de plannen van de volken teniet. Hij verijdelt wat naties beramen. Maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand. Wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft. De natie die hij verkoos als de zijne. Uit de hemel ziet de Heer omlaag en slaat hij de sterveling gade. Vanaf zijn troon houdt hij het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden. Koningen winnen niet door een machtig leger. Brute kracht redt krijgsheren niet. Van geen nut zijn paarden voor de overwinning. Hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. Hij zal hen redden in doodsgevaar. Bij hongersnood zal hij hun leven sparen. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, Heer. Op u is al onze hoop gevestigd. Tot zover. We gaan voor u een nieuw stuk spelen. 2024 staat eronder. Vers van de pers. My All to Follow van David Edmunds. En daar komt de bekende melodie in voor. Aan uw voeten neergebogen, vol aanbidding en ontzag. Thank you.
dank jullie wel voor dit prachtige nummer. Dank. Wat is zegenen eigenlijk? Op zondagochtend kijken we altijd nog even naar Hour of Power. U misschien ook wel. En dan krijgen we altijd een filmpje van onze kleindochter. Want sinds ze geboren is, wordt zij iedere zondagochtend neergezet voor Hour of Power. En ze herkent het, want bij het eerste lied, hè, Joyful, Joyful, dan ziet ze al dat, dat, dat. En het allermooiste vind ik dat ze aan het einde, geeft zij ook de zegen mee. Handjes in de lucht. En ja, dat is echt zo prachtig. En het zegent mij ook, want ze doet het iedere keer. Een paar weken geleden waren wij bij hen, want toen hadden wij de dienst in Den Helder. Zij wonen al halverwege, zeg maar. Dus dat scheelde al 's ochtends in de snelheid. En wij zaten daar en daar zat ze hoor. Dus wij kregen de zegen al mee. Erg mooi. Maar wat is zegenen eigenlijk? Zegenen is het uitspreken van iets goeds over iemand. Wat, als het op de juiste manier ook gebeurt, zorgt dat dit goede die persoon ook overkomt. En het woord zegen duidt op de woorden die uitgesproken worden tijdens het zegenen. Het kan ook gebruikt worden voor het resultaat van de zegening in de zin van een geluk. En de oorsprong komt uit het oude Israël en daar was het volk Israël en de volken eromheen ervan overtuigd dat het lot van individuen en volken beïnvloed werd door bovennatuurlijke krachten en machten. En voor Israëlieten was dat de God van Israël, maar ook machten als Satan hadden invloed. En zoals aan de ene kant zegening bestaat en bestond, als aan de andere kant ook een vervloeking. De loop van de gebeurtenissen in het mensenleven was ook deels afhankelijk van deze machten. Zij konden ervoor zorgen dat iemands leven goed afliep of juist slecht. In de Bijbel hebben zegen en vloek geen kracht van zichzelf. Dat wil zeggen puur omdat het uitgesproken wordt. Doorgaans hebben ze alleen effect als ze worden uitgesproken door personen die daarvoor de autoriteit hebben. Zoals God of de profeten of voorgangers of priesters. En als ze uitgesproken worden op het juiste moment, de juiste plaats, met de juiste gelegenheid. De uiteindelijke bron van zegen is God zelf. Een zegen werkt volgens, of een vloek ook werkt volgens de Bijbel, alleen als God ermee instemt. En over zegenen en gezegend worden gaan we het later hebben in het verhaal over Esau en Jacob. Als er iemand iets van zegenen wist, waren zij het. Ik wilde graag met u lied 235 zingen. Ik ben in zijn hand. En daarna is er voor u gelegenheid om te delen. Om wat u heeft meegemaakt. Wat u met ons aan ons kwijt wilt. En weet u wat nou het allerfijnste is? Als je zo'n dienst voorbereidt en je komt hier in de zaal. Je bedenkt dat je heel graag wil dat er mensen hun getuigenis geven. En dan komt er gewoon iemand naar je toe en die zegt: is er vanochtend gelegenheid dat ik wat zeg en een mooi lied zing? Nou, daar word je echt, als je het over zegen hebt, is dat hem. Wij gaan met elkaar dit lied zingen. En daarna zullen we luisteren naar Nico die ons wat gaat vertellen en een prachtig lied voor ons gaat zingen. En daar mogen wij door gezegend worden. Ik zal niet vrezen, als ik een karakter.
Dank u wel. Wij gaan luisteren naar Nico en dan kunt u vast nadenken wie van u de volgende gaat zijn. Elke dag word ik voor mijn werk met een busje van huis naar werk gebracht en van werk naar huis. Niet altijd zo geweest. Er zijn tijden geweest dat met grote bussen in de wijk werden afgezet. Ging elke ochtend en elke avond gingen ongeveer 10 grote bussen met allemaal mensen. Werden wij naar ons werk gebracht en naar huis. Helaas is dat allemaal wegbezuinigd. Er moet veel personeel gaat nu met openbaar vervoer. Ik niet, gelukkig. Maar op die tijd komt het verhaal. Het zal een jaar of 18 geweest zijn dat ik van mijn werk afkom met de bus. Ik word afgezet en ik loop heel anders 's avonds naar mijn werk dan 's ochtends. Ik stapte uit bij de bushalte. Erg druk natuurlijk. Op een gegeven ogenblik kijk ik naar de overkant van de rotonde en dan zie ik twee jongelui met integraalhelmen op een brommer stappen. En ze wezen naar mij. Ik kan niet rennen, ik kan niet vluchten, dus ik denk, ik loop maar verder. En op een gegeven moment, ik voelde me al die brommer achter mij aan en hij opeens ging die voor me staan. Ik kon nu verder lopen. Ik denk, wat doe je nou? Ik denk, nou, mijn hand op mijn portemonnee en aan de andere kant op mijn telefoon. En ik kan wel gaan gillen. Maar op een gegeven ogenblik deden ze hun helm af. En toen kwam het wonderlijke. En een van die mannen vroeg, wij zien dat u met een stok loopt en ook moeilijk loopt. Mogen we met u bidden? Mogen we u een zegen geven? Ik denk, echt waar? Het was echt waar. Hij lag allebei de hand over mijn schouder en sprak in een gebed en een zegen. Ze deden hun helm erop en vertrokken. Wat is dit? Wat is dit? Hoe weten de mensen dat ik gelovig ben? En ik denk, veel ben mensen die aangehouden worden, nou, die gaan echt, die bidden met elkaar. Ik denk, dat is toch Gods kracht? En het is, ik heb altijd, is dat dan immer geweest? En als mensen zeggen, ja, dat is niet waar, maar het is echt waar, het is echt gebeurd. Dus dat is God, dat er mensen zijn die dat doen. Om mensen daar met mensen willen bidden en een zegen willen praten. En het lied wat ik wil zingen is, geen rijke leven dan van een christen. Geen rijke leven dan van Gods kind. Ik zeg aan allen die het nog niet wisten, er is een vader die u bemint. Getuig daarom met kracht. God maakt het leven rijk. God maakt het leven rijk van wie hem zoekt. U mag natuurlijk dadelijk het koor meezingen. Geen rijke leven dan van een christen. Geen rijke leven dan van Gods kind. Ik zeg aan allen die toch niet wisten, er is een vader die u bemint. Getuig daarom met kracht, God maakt het leven rijk. God maakt het leven rijk van wie hem zoekt, van wie hem zoekt, maakt God het leven rijk. God maakt het leven rijk van wie hem zoekt. Geen schuld vergeving dan door genade. Geen schuld vergeving dan door dit heil versmaden. De poort staat open naar het vaderhuis. Getuig daarom met
Dankjewel, Nico, voor je mooie getuigenis, waarvan we weten wonderen gebeuren. Ook een zegening van de mensen die het niet verwacht. En dankjewel voor dat prachtige lied. Wij zingen met elkaar lied 294 en dan is het podium weer vrij voor u om te vertellen wat u bezighoudt en wat u met ons wilt delen. En lied 294 zegt: hij is meer dan een vriend voor mij. Jezus, mijn metgezel, mijn redder en meester, meer dan een vriend voor mij. Lang geleden, Nico, dat ik dat lied heb gezongen. Maar dat is wel fijn. Maar aan de hand van het getuigenis kwam bij mij ook zo'n herinnering boven. Ook iets van lang geleden. Maar dat kan heden of vandaag nog gebeuren. Ik liep in de collectetijd met de collectebus. En het was al donker. En er kwam mij een jonge man tegemoet waarvan ik dacht van, oh Tally, dan moet je even opletten. Dus ik hield mijn collectebus wat steviger vast. Want ik vertrouwde het eigenlijk niet. Misschien net zo als Nico het deed. Maar het wonder gebeurde. Mevrouw, waar collecteert u voor? Mag ik ook wat geven? Het wonder gebeurde. Hij opende zijn portemonnee en misschien wel zijn laatste centen deed hij in de collectebus. God doet wonderen, groot, klein, in ons leven. Als wij ze maar willen zien, dan zegent God ons allemaal. Over een wonder gesproken. Ik ben zo blij dat ik vanmorgen in jullie midden ben. En een ongeluk ligt in een klein hoekje.
Het is nu 6 weken geleden dat ik gevallen ben en dat mijn heup brak. En wat ik in deze afgelopen tijd heb ervaren was zo wonderlijk. Ondanks alles. Als ik na 2,5 dag al uit het ziekenhuis mocht en naar het revalidatiecentrum gebracht werd, heb ik 2,5 week daar geweest. En ik wil u ook bedanken voor zoveel liefde, zoveel kaarten, zoveel bloemen, zoveel aandacht. Dat ze daar zeiden, mevrouw Groeneveld, hoe komt dat? Bent u zo geliefd? Ik zei, nou, dat is het niet, maar het zijn mensen van onze gemeente en wij worden door de Heer gedragen. En toen zegt ze, wij merken dat het bij u anders gaat dan bij anderen. U bent zo gauw weer op de been, want het is vandaag 2,5 maand. En ik loop nu zonder krukken en ik kan eigenlijk alles weer doen. Met maat, laat ik het zo maar zeggen. Maar God heeft mij die 5 weken op een zijspoor gezet om goed na te denken over alles. En toen dacht ik, Heer, wat ben u wonderbaar. Dat u mij zoveel, dat u mij genezing geschonken hebt. En dat ik zo gauw weer op de been ben. En u weet, Paul zit in het verpleeghuis. Daar kon ik natuurlijk al die weken niet naartoe. Maar ik wist dat hij goed verzorgd werd. En ook al zijn de zorgen, want hij is gisteren gevallen, dus ik ga er straks gauw naartoe. Maar God was bij ons en ik mocht getuigen, ook in het verpleeghuis, dat we een God van wonderen hebben. En toen zei ze, ja, dat zien we. U bent opgewekt, u bent anders dan de anderen. En ik heb geprobeerd om tot zegen te zijn. En om mensen te vertellen van de liefde van de Heer. En van alle zegeningen. En daar ben ik zo dankbaar voor. Ik dank de Heer voor alles. Ook als er zorgen zijn, en die zijn er. Ook als er verdriet is, dat is er ook af en toe. En dan mag ik ook gewoon huilen. Maar God is er. Iedere dag sterkt Hij mij, is Hij bij me. En als we dan vandaag over zegen hebben, dan denk ik, Heer, dank u wel dat u mij zo ver gebracht hebt, dat ik vandaag van u mag getuigen, van uw grote liefde. Want dat is God. God is getrouw. In alle moeilijke omstandigheden die er ook zijn, is Hij er en Hij geeft ons kracht om door te gaan. En ik ga er ook door. Misschien op wat mindere mate als dat ik normaal gewend ben, want ik moet ook een stapje terug doen. Maar God is er. En wat ik doe, doe ik met 100% en met Gods kracht. En ik dank jullie allemaal voor jullie liefde, voor jullie steun, wat ik heb mogen ondervinden. Amen. Dankjewel. Is er nog iemand die zegt, deze kans moet ik niet voorbij laten gaan? Dan is nu het moment. En anders vraag ik Menno of hij de tweede Bijbellezing wil verzorgen. En na deze Bijbellezing hebben we met elkaar de collecte, ons gezamenlijke getuigenis en gaven die wij gaan geven. Ik lees voor u Genesis 27, de eerste 17 versen. Daar staat boven, Jacob bedriegt zijn vader en ontneemt Esau de zegen. Toen Isaac oud geworden was, werd hij blind. Hij riep zijn oudste zoon Esau en zei, mijn zoon, wat kan ik voor u doen? Zei Esau, je weet, zei Isaac, dat ik al oud ben. Misschien zal ik spoedig sterven, maar maak je klaar om op jacht te gaan. Pak je pijlkoker en je boog en probeer in het veld een stuk wild voor me te schieten. Maak dan een heerlijk gerecht klaar, zoals ik het graag heb. Als ik ervan gegeten heb, zal ik je mijn zegen geven voor ik sterf. Rebecca had het gesprek tussen Isaac en Esau opgevangen. En toen Esau op jacht was gegaan om voor zijn vader een stuk wild te bemachtigen, zei Rebecca tegen haar zoon Jacob, ik heb zo even gehoord dat je vader tegen je broer Esau zei, ga een stuk wild voor me jagen en maak een heerlijk gerecht voor me klaar. Als ik ervan gegeten heb, zal ik je mijn zegen geven voor ik sterf, met de Heer als getuige. Luister daarom goed naar me, mijn zoon, en doe wat ik je vraag. Ga naar de kudde en haal 2 malse geitenbokjes. Ik zal je dan een heerlijk gerecht klaarmaken, zoals je vader het graag heeft. Breng hem dat, dan kan hij ervan eten en je nog voor zijn dood zegenen. Maar Jacob zei tegen zijn moeder,
Esau is erg behaard en ik niet. Vader zal me misschien willen aanraken en dan merkt hij dat ik hem bedrieg. Hij zal me vervloeken in plaats van zegenen. Maar zijn moeder zei, die vervloeking neem ik op mij, mijn zoon. Doe nu maar wat ik zeg en breng mij de bokjes. Jacob bracht haar de geitenbokjes en zijn moeder maakte een heerlijk gerecht klaar, zoals zijn vader het graag had. Rebecca haalde de mooiste kleren die ze in huis van haar oudste zoon en deed ze Jacob aan. Haar jongste aan. De vellen van de geitenbokjes deed ze over zijn armen en om zijn gladde hals. Toen gaf ze haar zoon het heerlijke gerecht dat ze had klaargemaakt met wat brood. Tot zover. Dank u wel voor wat u gegeven heeft. En ik weet zeker dat God het zal zegenen. Ik wil graag met u zingen lied 172. En dat is dan wel weer het voordeel als je zo'n dienst voorbereidt. Je mag ook zo nu en dan een van je lievelingsliederen laten zingen. Dit is er een van mij. En dat tweede couplet zegt, ik moet één met hem in mijn moeite zijn. Want als er in droefenis, duisternis, het contact is verzwakt, ben ik nog altijd één met hem. Want als ik hem zoek, is hij nabij. En als ik roep, mag ik zeker weten, hij luistert. In mijn grootste kracht en in mijn diepste nacht, als ik hem zoek, is hij nabij. We zingen de drie coupletten achter elkaar.
wel. Ik lees het laatste deel van deze geschiedenis. Tenminste, bijna het laatste deel. En ik lees voor u Genesis 27, de versen 18 tot 39. Zo ging hij, Jacob dus, naar zijn vader. Vader, zei hij. Ja, mijn zoon, zei Isaac, wie ben je? Jacob antwoordde zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me hebt gevraagd. Kom, ga overeind zitten en eet van wat ik heb geschoten. Dat zal u de kracht geven om mij te zegenen. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon? Zei Isaac. En hij antwoordde, doordat de Heer uw God alles zo gunstig voor me liet verlopen. En toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens wat dichterbij, mijn zoon, zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet. Jacob kwam dichter bij zijn vader staan en deze betastte hem. Het is Jacob's stem, dacht hij, maar het zijn Esau's handen. Omdat Jacob's handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaac hem niet en dus zegende hij hem. Ben je echt mijn zoon Esau? Vroeg hij nog. Ja, antwoordde Jacob. En toen zei hij, zet het wildbraad dan dichter bij me, zodat ik ervan kan eten, mijn zoon, en de kracht vind om je te zegenen. Jacob zette het dichter bij hem en Isaac at ervan. Ook bracht hij hem wijn en hij dronk ervan. En toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens dichterbij, mijn zoon, en kus me. Hij kwam dicht bij hem staan en kuste hem. En toen Isaac zijn kleren rook, sprak hij de zegen over hem uit. De geur van mijn zoon is de geur van het veld dat de Heer heeft gezegend. God geef je dauw uit de hemel en vette vruchtbare aarde. Een overvloed van koren en wijn, volken zullen je dienen, naties zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers, macht hebben over je moeders zonen. Vervloekt wie jou vervloekt. Gezegend wie jou zegent. Toen Isaac Jacob gezegend had en Jacob nog maar net bij zijn vader was weggegaan, kwam zijn broer Esau thuis van de jacht. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar, bracht het zijn vader en zei tegen hem, ga overeind zitten, vader, en eet wat uw zoon heeft geschoten. Dat zal u de kracht geven om mij te zegenen. Wie ben jij? Vroeg zijn vader Isaac hem. Ik ben het, Esau, uw zoon, uw eerstgeborene. En toen schrok Isaac hevig en zei, maar wie was het dan die mij net een stuk wild heeft gebracht dat hij geschoten had? Ik heb ervan gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend en die zegen zal op hem blijven rusten. En toen Esau dat van zijn vader hoorde, slaakte hij een wilde wanhopige kreet en hij smeekte zijn vader, zegen mij, zegen ook mij, vader. Maar Isaac antwoordde, je broer is me komen bedriegen en is er met jouw zegen vandoor gegaan. Toen zei Esau, niet voor niets heet hij Jacob. Hij heeft me nu al 2 keer beetgenomen. Eerst heeft hij mij eerst geboorterecht afgenomen en nu ook nog mijn zegen. En daarna vroeg hij, hebt u dan geen zegen meer over voor mij? En Isaac antwoordde hem, ik heb hem heer en meester over je gemaakt. Hem al zijn broers als dienaar gegeven. En hem voorzien van koren en wijn. Wat zou ik dan nog voor jou kunnen doen, mijn zoon? Hebt u dan nog maar 1 zegen? Vroeg Esau hem. Zegen mij ook, vader. En hij barstte in tranen uit. Tot zover. Wie van u heeft de Netflix-serie gezien The Crown? Ja, jij wou niet. 2 keer. Het is een serie die gaat over het leven van koningin Elisabeth van Engeland. Vanaf eigenlijk dat ze een klein meisje was tot aan haar dood aan toe. En ergens in die serie vraagt haar man, prins Philip, heb jij een lievelingskind? En ik weet die scène nog. En ze zegt geen ja met zoveel woorden. Maar ontkennen doet ze het ook niet. En toen de serie eerst in Engeland en later op heel Netflix te zien was, ging er een huivering onder de kijkers van de serie. Die ook ouders zijn.
Want een kind voortrekken, dat doe je toch niet? De een boven de ander stellen. En als je het wel doet, dan ga je dat vooral niet hardop laten merken en zeggen. Bij Isaac en zijn vrouw Rebecca was het duidelijk wel het geval. Isaac hield meer van zijn stoere zoon Esau, terwijl Rebecca meer hield van de zachtere Jacob. En als we even teruggaan in de tijd, Isaac was de zoon van Abraham en Sara. Abraham was beloofd dat hij een zoon ging krijgen, maar omdat dat niet lukte en hij ongeduldig was, wekte hij een zoon bij zijn slavin Hagar. En de zoon die geboren werd heette Ismaël. Sara kreeg uiteindelijk wel een zoon, Isaac, waarbij Abraham op de proef werd gesteld om hem ook te offeren. Maar dit hoefde op het laatste moment niet, omdat God hem riep en ook ingreep. En Isaac trouwde met Rebecca. Hij was dan niet de oudste, want dat was Ismaël, maar toch, hij was de erfgenaam van Abraham. En Isaac kreeg met Rebecca een tweeling, Esau en Jacob. Ook dat gebeurde pas in een later stadium van hun leven. Uiteindelijk heeft God ook dit gebed verhoord. En na dit verhaal, en als u eens de tijd heeft, ik zou het echt eens gaan lezen, gaat de soap voort. Hierna zullen ze elkaar nog verkopen, bedriegen, opnieuw beginnen. Het gaat maar door. Ik ga dat niet helemaal meenemen in deze toespraak. Wij houden ons vandaag bij Jacob en Esau en daar gebeurt al genoeg. Ik zei het al, ze waren een tweeling. Ze zijn samen opgegroeid. Maar vanaf het allereerste begin was het duidelijk dat die twee een moeizame relatie zouden hebben. Al in de buik van hun moeder Rebecca botste zij. Dat staat ook in de Bijbel. En Rebecca wordt daar zo radeloos van, toen al, dat ze bij de Heer te raden ging over wat dat dan zou betekenen. En de Heer zegt dan tegen haar, er zijn twee volken in jouw schoot. Volken die al uiteengaan voor je hebt gebaard. En het ene is machtiger dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. En er komen inderdaad twee jongetjes tevoorschijn. De eerste was Esau, rossig, behaard. En daarna kwam Jacob. En Jacob hield de hiel van zijn broer vast. En daarom wordt het ook wel eens een hielenlikker genoemd. En de naam Jacob is tweeledig. Het is God beschermt, maar kan ook betekenen hij bedriegt. En het thema voor vanmorgen heb ik genomen, zegen mij. Maar het had ook maar zo list en bedrog kunnen zijn. Want we hebben het verhaal gelezen. Aan Jacob is de zegen beloofd, het eerstgeboorterecht, ondanks dat hij de jongste is. De moeder Rebecca, ja, die vertrouwt de boel niet en die denkt, ja, die oude blinde man die stuurt nu zijn oudste zoon weg om wat lekkers te, om iets te schieten, iets lekkers te maken en de zegen te geven. En omdat het een vaderskind is en hij, ja, hij is dan wel de oudste, maar ja. En eigenlijk mijn zoon, mijn lievelingszoon, die moet het hebben. En Rebecca helpt een handje, laten we het zomaar zeggen. En wat is het verschrikkelijk moeilijk als je dit verhaal leest, om er iets van te vinden. Laat staan door dit verhaal gezegend te worden. En eigenlijk heb je hier vier personen en al die vier kun je wat aanrekenen, kun je wat van vinden. En we gaan ze door. We beginnen bij Rebecca. Er wordt vaak gezegd, Jacob kon daar helemaal niks aan doen, dat dat allemaal gebeurde, dat Rebecca was degene die heeft hem aangezet. Ze heeft het hele plan ook verzonnen en ze dwingt Jacob om haar te gehoorzamen. Hij protesteert wel, maar de gevolgen, ach joh, als je vader je vervloekt, dan heb je die zegen al gehad. En dan neem ik dat wel op me. Hoe erg kan het zijn? Het is je toch al beloofd. En Jacob gehoorzaamt zijn moeder. Maar het is al zo dat Rebecca Jacob aanzet. Maar Jacob is gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Dat zijn we allemaal. Iemand kan zeggen dat je van een brug moet springen, wil nog niet zeggen dat je het ook werkelijk moet gaan doen. Het is jouw verantwoording of je denkt dat het voor jou zo zou moeten zijn. Ik bedoel, jouw fouten blijven jouw fouten. De fouten van Jacob blijven van hem. En natuurlijk, er zijn veel meer zaken aan de orde. Maar toch,
Hij heeft het wel zelf gedaan. En als we eerlijk zijn, het protest van het plan van zijn moeder is nou niet echt een moreel protest. Zo van, nou man, dat kan je toch niet maken. Ik kan toch niet mijn vader bedriegen. Nee, het is een soort protest uit angst. Stel je voor, nou man, dat het misgaat. En hij ziet dat ik hem bedrogen heb. Wat gebeurt er dan met mij? Nou, zegt Rebecca, maak je geen zorgen. Ik zal zijn toren en zijn vloek wel dragen. Maar Rebecca de schuld geven helpt niet echt om Jacob te verontschuldigen. En dan komen we bij de boze broer, zeg maar. Hè? We komen bij Esau. En vroeger, toen werd trouwens dit verhaal wel vaker gebruikt, ook in een dienst. Maar vroeger, ook op de zondagsschool, hoorde ik, ja, maar Esau was helemaal geen aardige man. Het was gewoon zo'n ruwe man en dat jaagde de hele tijd. En Jacob, dat was echt een schatje. Het is toch heel logisch dat hij de zegen kreeg. Ja, als kind kon ik daar wel wat mee. Maar toch, Jacob is ook niet echt een wit lammetje, zeg maar. En die bevindt zich in een behoorlijk grijze, zo niet zwarte zone. En het valt misschien wat minder op als je Esau maar meer zwart maakt. Hoe meer je Esau de schuld geeft en hoe slecht hij hem afschildert, hoe beter komt Jacob eruit. Laten we wel wezen. En Esau was natuurlijk ook geen lievertje. Ik bedoel, het waren beide wel aan elkaar gewaagd. Ik bedoel, hij heeft eerst zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een kom met lekker eten. Ik weet niet of u dat verhaal herinnert. Maar Jacob is aan het koken en zijn broer komt binnen en die zegt, nou ook wel trek hoor. Geef mij wat van dat eten. En Jacob zegt, ja, dan krijg ik jouw eerstgeboorterecht. En krijg jij van mij, krijg jij lekker eten. Esau zegt, ja hoor, tuurlijk joh, geef mij dat maar dat eten. Maar wat komt er van terecht? Kan mij het schelen. Maar goed, als je die twee met elkaar vergelijkt, wordt het dan beter? Wordt Jacob daar dan beter van? Ik denk het niet. In morele zaken helpen vergelijkingen namelijk niet. Want als iemand anders slecht doet, worden mijn slechte daden niet beter. Ik word niet minder slecht omdat een ander nog slechter is. Met andere woorden, Jacob staat daar nog steeds ontzettend schuldig te zijn. Hij liegt, hij neemt beet en hij bedriegt. En dan is er nog een hele fascinerende uitleg. En die zegt, Jacob moest dit doen. Niet van zichzelf, niet van Rebecca, maar van God. Zo gaat het, anders niet. Jacob moet het offer van zijn onschuld brengen. Hij stond altijd te boek als een net, rustig man. Hij moet schuldig worden. Een zondaar, een bedrieger. En de gevolgen van zijn zonde die hij begaat, zijn groot. Van een rustig leventje wordt hij een vluchteling. Een slaaf, een weervluchteling. Maar zo wordt Jacob wel geleid en krijgt hij de zegen. God breekt Jacob en laat hem lijden en laat hem rijpen naar een wil, naar een mens naar zijn wil. Maar is dat niet wat ver gezocht? Ja, misschien wel. Maar deze uitleg staat wel het dichtst bij de tekst, waarvan het schokkendste eigenlijk tweeledig is. Is namelijk het eerste is dat de verteller zwijgt, geeft nergens een moreel oordeel over die situatie. Het lijkt bijna een schets van een onvermijdelijke gang van zaken. En het tweede is, Jacob is nog maar net gevlucht, ligt uitgeput aan het eind van zijn tijd te slapen in Bethel. Of hij krijgt een droom waarin de band tussen hemel en aarde, God en Jacob, nog eens wordt bevestigd. En God herhaalt zijn belofte. Uw God ben ik, uw nageslacht zal ik wonen, ik ben met u en zal u behoeden, overal en altijd. En hier wilde ik nog eens even bij stilstaan. Stel nou hè, dat Jacob dit niet zou hebben gedaan. Niet zo, niet op een andere manier en geen enkel initiatief had ontplooid om Isaaks zegen voor Esau te verwerven. Zou dan Esau spontaan zijn eerstgeboorterecht hebben afgegeven? Of zou Isaak dan zijn menselijke voorkeur voor Esau hebben laten varen en Jacob gewoon spontaan zijn zegen hebben gegeven? En zou Jacob daar dan gewoon op hebben moeten wachten? Dat weten we niet. Maar ik denk wel dat het verstandig was geweest dat zij hadden gewacht op
Gods eigen hand die dit zou hebben laten plaatsvinden. Hoe dan? En dat klinkt ook best wel vroom als ik dat zo zeg. Maar ik vraag me ook wel af. God werkt in de Bijbel onmiddellijk, dus via het menselijk handelen. Mensen moeten iets doen. Ze moeten leven en al levend voltrekt Gods wil zich aan hen. Gods woord bindt zich aan mensenwoorden en zijn daden voltrekken zich in wat wij doen. Miraculeus ingrijpen van bovenaf doet hij ook in de Bijbel al en ook al willen wij dat heel erg graag. Eigenlijk, maar heel zelden. En dan hebben we nog die vierde, die Isaac, die was blind. Niet alleen letterlijk, hij was het ook figuurlijk. Hij is eigenlijk die vierde zondaar. Hij is blind voor Gods belofte. Hij is blind voor de toekomst. En hij ziet helemaal geen toekomst voor zijn jonge zoon. Hij is totaal gefixeerd op Esau. Vroeger kon je als vader bedenken, ik heb 6 zoons. Ik geef de oudste het meeste. En de rest krijgt ook wat. Ze kregen allemaal een stukje zegen. Dat heeft hij helemaal niet gedaan. Hij wilde Esau alles geven en niets overhouden voor Jacob. Dat staat ook in de Bijbel. Esau die schreeuwt het uit. Zegen mij! Zegen mij! Dat is er niet meer. Het is allemaal al weggegeven. Er is niks meer. Er is niets meer over. Ja, en hoe breng je dan zo iemand als Isaac ertoe om aandacht te schenken aan een verwaarloosde zoon? En toen ik in dit verhaal dook, begreep ik ineens waarom hier zo weinig over gepreekt wordt. Er is namelijk geen verklaring waarvan we weten dat het de juiste is. We weten niet of Esau schuldig was of Isaac in al zijn blindheid. We weten niet of Rebecca moest doen wat ze moest doen. We weten het niet. Het handelen wat we zien gaan allemaal over de rand van moreel goed gedrag. Maar belangrijk is, zij zijn allemaal nog binnen het bereik van Gods wil. En dat, denk ik, moet ons bijblijven. Altijd zijn we verantwoordelijk voor onze eigen daden, voor ons woorden, voor ons handelen. En soms gaan we over het randje. En dat is niet goed. Maar we moeten altijd zorgen dat we binnen het bereik blijven van Gods wil. Onze zonden beleiden als het nodig is en vooral die wil zoeken. En soms interpreteren we dat verkeerd. En soms zijn we ook niet geduldig genoeg. En Rebecca geeft er in haar woorden wel spontaan blijk van dat ze weet dat bij die zegen ook een derde betrokken is. En dat is God zelf. Isaac was er blind voor. Verblind door zijn voorkeur voor Esau. Rebecca die ziet scherp en als het ziet handelt ze ernaar. Inderdaad, over de rand van moreel goed. Maar daarmee nog niet buiten het bereik van de wil van God. En lieve mensen, ik laat het hierbij. Het is een verhaal wat te denken geeft. Je bent er nog niet zomaar klaar mee. En misschien moet dat ook wel. Dat wij er nog niet klaar mee zijn. Dat we er nog wat verder over nadenken. Over hoe God zijn ongekende gang gaat. Door goed en kwaad heen. Hoe hij in zijn voorzienigheid met een kromme stok soms rechte slagen weet te slaan. Hoe hij uit duisternis licht voor tevoorschijn brengt en uit dood leven. En dat alles, niet los van onze daden en gedachten, nee, dwars daardoorheen, soms met behulp van, zelfs met onze soms twijfelachtige en bedenkelijke daden. Een verhaal wat te denken geeft, maar misschien daarom juist ook wel hoopvol. Amen. Ik nodig u uit om misschien wat verder te mediteren terwijl Ruud en ik een muziekstuk zullen gaan spelen. Het stuk heet The Prayer, het gebed. En de tekst is, ik bid dat u onze ogen zult zijn en naar ons zal kijken waar we ook heen gaan. En ons zal helpen om wijs te zijn in tijden dat we niets weten. Laat dit ons gebed zijn. Als we van het pad raken, leid ons naar een plaats. Leid ons met uw genade naar een plaats waar we veilig zullen zijn.
Het licht dat u uitstraalt, ik bid dat we dat licht mogen vinden. Blijf in mijn, in ons hart. En in ons hart zullen we het houden. En het zal ons doen denken aan wanneer de sterren elke nacht komen stralen. De eeuwige ster die u bent. De prayer. Thank you.
zullen we met elkaar bidden. En zullen we de Heer zoeken? Zullen we daarbij gebruiken lied 3? Als een hert aan waterstromen, zo verlang ik, Heer, naar U. Want heel mijn hart staat voor U open. En ik breng mijn lof aan U. Want U alleen bent mijn schild en mijn kracht. De levensgloed waar mijn geest op wacht. Heel mijn hart staat voor U open. En ik breng mijn lof aan U. Dat tweede couplet. En terwijl wij met elkaar dat lied zingen, is de plek hiervoor, de plek van gebed, is open. Is altijd open. Maar ook nu. Ik wil vragen of na het tweede couplet iemand van u met ons zou willen bidden. Schild en mijn kracht. Dank u wel dat wij niet hoeven smeken om zegening. Dat we niet hoeven bang te zijn dat de een meer gezegend wordt dan de ander. Maar dat we het allemaal krijgen. Dat we het allemaal zeker van mogen zijn dat u ons zegent. En daar ben ik u zo dankbaar voor. En ik wil u vragen, wilt u dat gevoel met ons meegeven in de week die voor ons ligt? Op de dingen die op ons pad gaan komen. Dingen die we verwachten, maar misschien ook niet zeker van te zijn in welke situatie dan ook. Dat we gezegende mensen zijn. Gezegend door u. Amen.
Ik wil ook graag met u een slotlied zingen. En we gaan dat een beetje anders doen dan misschien te doen gebruikelijk. Meestal doen we een slotlied en dan de zegen. Dat gaan we nu in één keer doen, want we gaan elkaar de zegen toe bidden. En ik wil u vragen, voor zover dat mogelijk is, om met elkaar een kring te maken. Gewoon en hou elkaar vast. Ruud begint vast te spelen en als we er allemaal klaar voor zijn, zingen wij met elkaar, zegen mij op de weg die ik moet gaan.